En Excelsior behield het betere van het spel, won ook de thuiswedstrijd van de RBC al. En leek daar veel lering uit getrokken te hebben. Prachtig schot van Dos Santos. 1-0 wordt het na 29 minuten spelen. En dan doet RBC er alles aan om nog een gelijkmaker te forceren. Maar er wordt door Excelsior met man en macht verdedigd. Lange bal naar voren. En Jurgens gaat hem op zijn gemak terugspelen op Verheijden. Maar Dos Santos is attent, gaat knap om Verheijden heen op dat gladde veld. En in het lege doel wordt het 2-0 voor Excelsior. En Dos Santos is er heel blij mee. Hij maakt 2 goals en staat al op 3 in dit seizoen. Schreuder. Van Aarde. Dick Schreuder. Linkerbeentje of nu? Dos Santos. Ja, heel droog, maar wel een doelpunt. Kreeg een goede bal toegespeeld. Durfde uit te halen. En Adilson Dos Santos scoort. Brengt de stand op 1-1. Of het verdiend is, weet ik eerlijk gezegd niet. Utrecht is de betere ploeg. Maar toch, kijk. In de hoek. Stam kijkt erna, maar doet er verder niets meer aan. 1-1 en hij is blij. Dan dit in de slotfase. Weer een moeilijk moment voor Van Galen. Dan uit de scrimmage en de goede redding van Pascal Beek op het schot van Dos Santos. Het blijft uiteindelijk in Waalwijk 2-1 in het voordeel van de bezoekers van NAC dus. Maar nog altijd die 0-0 stand. Als de bal via Tommy van der Leegte bij Dos Santos komt en die kruist het schot naar de andere hoek. En zo is het na 63 minuten spelen, ruim een uur dus, 1-0 voor RKC. Onder van Zwam door de voorsprong. Graaf verdedigt niet goed. RKC weg met Dos Santos. Goed naar binnen. Frezer wacht te lang met verdedigen. En Adilson Dos Santos scoort zijn derde treffer van dit seizoen. RKC op voorsprong. De goeie ziet de bal te laat aankomen. En Dos Santos, ex-Sparta, ex-Eindhoven, ex-Excelsior scoort. Wijnhard. Dos Santos. Dos Santos. En zoeken. En Dos Santos heeft wel geel. Ik zal het wel vertellen, meneer Van Vliet. En dat is 2 maal geel. Is rood. Dos Santos moet eruit. Deze gele kaart was terecht. De eerste totaal niet. Maar hoe dan ook. RKC moet doorgaan met 10 man. Dus hebben we nog een kwartier te spelen. Gespeeld de bal aan Brands. Ooit waren ze ploeggenoten bij Feyenoord. Maar dat soort sentimenten tellen niet in deze fase van de competitie. Van Diemen. Dos Santos. Daar rolt die bal over de doellijn. En dan is Wijnhard de bejubelde. Ja.
Heus verslikte zich in oud-ploeggenoot Brands. En die bracht uiteindelijk een aanval tot stand. Die bekend wordt door de voorzet van Dos Santos. Hesp gaat er onderdoor en Wijnaert tikt de bal dan over de doellijn. Tergend langzaam, maar hij telt wel. 1-0. Wijnaert is voorin gebleven. Dat bedenkt zich ook Verdiemen. Maar Wijker is er ook bij. Door Moussoukro laat de bal liggen. Brands. Geen buitenspel. Nee, geen buitenspel van Wijnaert. En zeker niet van Brands. Al staat die grensrechter te vlaggen. Van Rende ziet het goed en die laat doorgaan. En Brands geeft de treffer aan Dos Santos. 4-0. En andermaal een doelpunt waar een stevige handtekening onder staat van Marcel Brands. Dos Santos ligt daar te genieten. Schreuder denkt, is hier een picknick, daar wil ik bij zijn. Maar Brands is de man die de treffer tot stand brengt. Marcel Brands in zijn 484ste wedstrijd in het betaalde voetbal. En hij weet dat het allemaal nog niet voorbij is, want hij zal in de nacompetitie ook RKC nog moeten dienen. Hesp. Streppel. 3 van RKC tegen 1 van AZ. Zal het dan toch nog 5-0 worden? Streppel. Ja hoor, dat wordt 5-0. Dat gaat niet meer missen. Dos Santos. 5-0. Het doet aan de degradatie op zich niets af. Maar het maakt het wel een hele zure zondag voor Alkmaar Zaanstreek. Dat vorig jaar kampioen werd van de eerste divisie. Toch slechts 1 jaar mocht genieten van de status van de eredivisionist. Want hier is geen redder meer aan. Ivan sprong en bereikte niet. Schops. Schops weer, omdat er een blok werd gezet door Dos Santos. Was wel handig. Nu is bovendien Dos Santos zelf vrij. Het had ineens gemoeten en het gaat ineens. En het is een knap doelpunt van Petrov. Hier is het eigenlijk al gebeurd, want daar is Dos Santos helemaal vrij. En Petrov doet dat erg goed natuurlijk. Via Waterhuis gaat die bal in het doel.